Goedemiddag. Bij een hevige brand in Puur Sint-Amans zijn twee jonge kinderen om het leven gekomen. Hun moeder is in kritieke toestand. De Partij Vooruit probeert vandaag een opvolger voor staatssecretaris Smet te vinden. Vanuit de oppositie is er ook steeds meer kritiek op minister van Binnenlandse Zaken Labib. En we proberen uit te vlooien wat er aan de hand is met Rode Duivel Thibaut Courtois. Hij was gisteren niet op de afspraak in Tubeke, boos blijkbaar na de match tegen Oostenrijk. De tol is verschrikkelijk. Met twee heel jonge dodelijke slachtoffers. 4 en 8 jaar. En hun moeder, die wel gered is, maar nog in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Hun huis in Puur Sint-Amans is afgebrand. De vader van het gezin woonde al een tijd ergens anders. Het is niet duidelijk waar hij op dit moment is. En ook wat de brand veroorzaakt heeft, is voorlopig onduidelijk. Het is een aangrijpend beeld vanochtend aan de woning in Puur Sint-Amans. Mensen hebben al bloemen gelegd aan het huis. De zwart geblakerde deur en fiets zijn stille getuigen van het drama dat zich hier vannacht heeft afgespeeld. Ik wou om 23:30 gaan slapen als mijn man riep van ga ik er kijken waar dat brandt buiten. Ik ben naar buiten gelopen, de buren stonden buiten, er was allemaal rook in de straat. We zijn naar de buren gegaan om te vragen wat is er aan de hand. Toen zeiden ze dat hier een paar huizen verder inderdaad aan het branden was. We zijn naar daar gelopen. Middernacht hebben we een melding gekregen van een woningbrand in Puur Sint-Amans. Daarbij waren aanwezig in de woning een moeder en twee kindjes. De moeder is buiten gehaald met behulp van een buurman. Binnen hoorden we van alles ontploffen. Glas dat breekt waarschijnlijk. Mijn man heeft dan samen met iemand anders de mama een beetje verder van het huis getrokken. De brandweer was hier ondertussen al toegekomen. De hulpdiensten komen massaal ter plaatse en gaan meteen op zoek naar twee kinderen van 4 en 8 jaar oud. De kinderen waren aanwezig in de woning. Zij sliepen uiteraard en de brandweer heeft ze weten te bereiken. Heeft ze uit de woning gehaald en is de verzorging ter plaatse opgestart. En dan zijn ze later ook overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze helaas in de loop van de nacht zijn bezweken aan hun verwondingen. Hun moeder ligt zwaar gewond en nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vader van het gezin woonde op een andere plaats in de gemeente nadat het koppel uiteenging. De politie heeft hem nog altijd niet kunnen bereiken. En uiteraard in het kader van onze slachtofferbejegening proberen wij zoveel mogelijk familieleden te verwittigen. Dat is afgelopen nacht gebeurd en in die zin zijn wij nog altijd op zoek naar de vader van de kindjes om ook hem het nieuws, helaas het spijtige nieuws, te brengen. Is de brand aangestoken of was het accidenteel? Dat wordt nu volop onderzocht door politie en parket. Op dit moment houden ze nog rekening met alle scenario's. De kinderen van 4 en 8 die in de brand om het leven gekomen zijn, gingen in de buurt naar school. Hun klasgenootjes, leerkrachten en ouders worden op die school opgevangen momenteel door de dienst slachtofferhulp van de politie en het Rode Kruis. Het nieuws van de brand komt uiteraard heel hard aan in Puur Sint-Amans. Dit is echt onwezenlijk. Een woningbrand, ja, dat kan spijtig genoeg al eens voorvallen in een gemeente. Maar een woningbrand met dodelijke aflopen en dan nog twee jonge kinderen, ja, dat hakt in bij de hulpverleners, bij ons allemaal. Vader, moeder van kinderen, ook bij de buurt. Ja, dat iedereen is heel erg aangeslagen. Wie wordt de opvolger van Pascal Smet als Brusselse staatssecretaris voor internationale betrekkingen? Zijn partij Vooruit vergadert daar momenteel over. Smet nam gisteren ontslag uit de Brusselse regering. Nou, hij zou over enkele vooraanstaande Iraniërs en Russen die voor een conferentie in Brussel uitgenodigd waren. Ook de zeer conservatieve burgemeester van Teheran was bij de genodigden. En het gewest heeft bovendien ook nog eens de verblijfskosten betaald. Smet zei dat hij zich politiek verantwoordelijk voelde voor een fout van een medewerker die de kosten toegestaan had. Ja, en hij nam dus ontslag. Anne van Rendergem, ik kom bij jou. Jij staat aan het hoofdkwartier van Vooruit. Weten we al wie Smet zou kunnen opvolgen? Nog niet. De meest genoemde naam is die van Ans Persoons op dit ogenblik. Zij is nu schepen in de stad Brussel, onder meer bevoegd voor stedenbouw. Maar er circuleert ook nog een tweede naam en dat is dan die van Hannelore Goeman. Die kennen wij als fractieleider in het Vlaams parlement op dit moment. De partij bekijkt dus inderdaad wie de beste opvolger zou kunnen zijn. Maar of er ook vandaag een beslissing zal vallen, dat is nog niet helemaal zeker, Goedele. Dat wachten we af dus. Om
Ondertussen ligt niet alleen Smet onder vuur, ook Hajah Labib in de federale regering ligt onder vuur, want zij heeft het visum gegeven voor die burgemeester uit Teheran. Ja, moeten we nu nog een ontslag verwachten? Wel, het is absoluut niet zeker dat ze zal moeten vertrekken, maar het is aan de andere kant ook niet zeker dat ze kan aanblijven. Want er zijn echt wel kritische vragen die naar haar richting worden gesteld. En al was het alleen dat zij, en zij alleen, de bevoegdheid heeft om visa uit te reiken. Er zijn vragen van de oppositie, partijen als N-VA en Vlaams Belang, maar er zijn zeker ook vragen binnen de meerderheidspartijen. Dat bleek vorige donderdag al in de Kamer. Daar was er een debat en stelde CD&V bijvoorbeeld openlijk de vraag van ja, heeft Buitenlandse Zaken de eigen checks die het doet wel als prioriteit behandeld? En Ecolo vroeg zij ook af of de minister nu niet meer weerstand had kunnen bieden aan die druk die ze zelf zegt te voelen van Pascal Smet. Ook binnen Vooruit bijvoorbeeld zijn er wel wat kritische vragen. Men hoort daarvan, ja, de minister moet toch wel echt eens ernstig in de spiegel gaan kijken. Dus bij heel wat verschillende meerderheidspartijen horen we duidelijke vragen. Komende woensdag is er een Kamercommissie Buitenlandse Zaken waar minister Labib die vragen zal moeten beantwoorden. Haar eigen partij, de MR, die behoudt de steun en zegt dat ze daar de elementen op tafel zal leggen die haar gelijk zullen geven. Maar we zullen moeten afwachten wat er de komende dagen gebeurt, want het einde is hier absoluut nog niet over gezegd. Nee, maar eerst dus die opvolging ook voor Pascal Smet. Misschien weten we daar vanavond wel al meer over. Dankjewel, Anne. Wij zijn Proper Strandlopers, eigenlijk een netwerk van zwerfvuilruimende vrijwilligers. En zo ook hier in Bredene zijn er heel wat vrijwilligers die ruimen. En vorig jaar hebben we een paar steekproeven gedaan en het effect van statiegeld is echt wel merkbaar, ja. Ja, na een test vorige zomer voert de gemeente Bredene ook deze zomer vakantie. Statiegeld in op blikjes en plastic flesjes in de strandbars. Dat moet badgasten aansporen om het strand proper te houden. Bij het proefproject vorig jaar werd 80% van de lege flesjes en blikjes teruggebracht. Het strand van Bredene is klaar voor het zomerseizoen. Het is geëffend en opgeruimd op hier en daar wat troep na. Maar om het proper te houden voert de gemeente opnieuw statiegeld in. Want zeker op drukke dagen is het zwerfvuil op het strand een probleem. En niet alleen op het strand, maar in gans het land eigenlijk. Je moet maar een keer naar de parkings kijken bij de autosnelwegen. Ook daar hebben we grote problematieken met het zwerfvuil. Maar je merkt wel, tijdens ons experiment vorig jaar, dat als je dat statiegeldsysteem invoert, dat je echt wel op zo'n korte termijn en in een beperkt project eigenlijk al mooie resultaten bereikt. En dat merkten ook de uitbaters van de strandbaars. Die rekenden de klanten per blikje of flesje 20 cent meer aan. Wie ze daarna terugbracht, kreeg 20 cent terug. Meer dan 80% werd teruggebracht. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. Af en toe moesten we iets uitleggen aan de mensen van hoe het werkte. Maar in het algemeen was het een zeer positieve ervaring. De strandbaars nemen opnieuw deel. Het project loopt nu de hele zomer. Maar het wordt niet uitgebreid naar andere zaken waar drank verkocht wordt. Het is niet de taak van lokaal bestuur om een gans statiegeldsysteem in gans het land uit te werken. Het is de Vlaamse regering die haar verantwoordelijkheid moet nemen en gans dat systeem uitrollen in Vlaanderen. Met de zomeractie wil de gemeente badgasten en inwoners vooral sensibiliseren om geen vuilnis op het strand te laten slingeren. Om de 20 meter staan er vuilnisbakken. De verleiding is dan ook een groot van die zak voor die vuilbak te zetten. Maar als ik dat zie, ik wijs erop en ik zeg dat kan open. Dat lukt wel. Als het van Vlaams minister Zoal Demir afhangt, dan komt er vanaf 2025 statiegeld op blikjes en plastic flessen. Maar volgens welk systeem dat dan moet gebeuren, is nog de vraag. Een digitaal systeem krijgt de voorkeur momenteel. Dat wordt getest ook. Het werkt met een mobiele applicatie. Als je een blikje of een flesje wil weggooien, dan moet je eerst een QR-code scannen op een vuilnisbak. Daarna de code scannen op je verpakking. En afsluiten doe je door opnieuw de vuilnisbak te scannen. Het statiegeld komt dan automatisch op je rekening terecht. De testfase zal geëvalueerd worden en daarna moet een openbare aanbesteding volgen. En pas dan wordt een definitieve keuze gemaakt. Later in dit journaal genieten we mee van wat tienduizenden mensen naar TW Classic gelokt heeft gisteren. Een concert van de Bas himself, Bruce Springsteen. Maar nu eerst naar Peking. De Chinese president Xi heeft daar een ontmoeting gehad met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken.
Het is de eerste keer in 5 jaar dat een hooggeplaatste Amerikaanse minister naar China reist. Het bezoek had eerder dit jaar eigenlijk al moeten plaatsvinden, maar het werd toen uitgesteld vanwege een incident met een Chinese spionageballon boven Amerikaans grondgebied. Good afternoon. Anthony Blinken werd ontvangen door de Chinese president in de grote volkszaal in Peking, waar vaak staatshoofden ontvangen worden. Daarmee tonen beide naties dat er nog gepraat kan worden en dat de spanningen die de afgelopen tijd zijn gegroeid tussen China en de VS niet hoeven uit te groeien tot een open conflict. Het was het voornaamste doel van dit bezoek. De spanningen tussen de twee wereldmachten lopen al jaren op, maar enkele recente gebeurtenissen gooiden olie op het vuur. Zo was er het incident met een grote ballon boven Amerikaans grondgebied. Volgens de VS een Chinees spionagetuig. Het zorgde ervoor dat het eerder geplande bezoek van Blinken aan China werd uitgesteld. China liet ook Rusland niet vallen sinds de oorlog in Oekraïne losbarstte. En er is de kwestie Taiwan. China ziet Taiwan als afvallige provincie en onderdeel van China. Een bezoek vorig jaar van de toenmalige voorzitter van het Amerikaanse huis Nancy Pelosi aan Taiwan viel in erg slechte aarde. De Chinese topdiplomaat Wang Yi benadrukte tijdens een gesprek met Blinken dat China nooit compromissen zal sluiten over de status van Taiwan. Dat er gepraat wordt op het hoogste niveau is positief, maar de standpunten tussen beide spelers blijven ver uit elkaar liggen en er is voorlopig weinig hoop op toenadering. In Rusland is een nieuw proces begonnen tegen Alexei Navalny, de belangrijkste opposant van het regime. Hij is aangeklaagd deze keer voor extremisme en hij kan daarvoor 30 jaar cel krijgen. Een sterk vermagerde bleke Navalny was via videoverbinding te zien, want het proces verloopt achter gesloten deuren in het strafkamp, waar hij voor 9 jaar opgesloten zit voor fraude. Het staat zo goed als vast dat Navalny ook nu weer veroordeeld zal worden. Een hittegolf in het noordoosten van India heeft al aan bijna 100 mensen het leven gekost. De temperaturen lopen op tot 45 graden. Zeker oudere inwoners met gezondheidsproblemen krijgen het advies om overdag binnen te blijven. En in Frankrijk heeft president Emmanuel Macron de bekende lucht- en ruimtevaartbeurs geopend in Le Bourget bij Parijs. Het is de eerste editie sinds de coronapandemie. Er is heel veel nieuws en moois te zien, zowel uit de commerciële luchtvaart als uit de defensieindustrie. En op die beurs daar in Le Bourget is ook minister-president Jan Bon aanwezig. En hij heeft er aangekondigd dat Vlaanderen volop gaat inzetten op de luchtvaart- en defensiesector. Het Vlaams agentschap Flanders Trade and Investment gaat die bedrijven meer steunen om ook buitenlandse klanten te kunnen vinden. Veel volk op de luchtvaartbeurs in Parijs. Wereldwijd gaan de defensiebudgetten immers omhoog en dus hoopt de defensie- en luchtvaartindustrie hier op werk. Nooit eerder waren er zoveel Vlaamse bedrijven hier op deze luchtvaart- en defensiebeurs in Parijs. En dat heeft alles te maken natuurlijk met die miljarden die geïnvesteerd gaan worden in defensie de komende jaren. En al die bedrijven willen daar natuurlijk een graantje van meepikken. Zeg bijvoorbeeld niet langer het Amerikaanse gevechtsvliegtuig F-35, want onderdelen daarvan die komen ook van bij ons. Veel componenten van de vliegtuig worden in Europa gebouwd en ook in Vlaanderen. Dus eigenlijk de horizontale staartvlak op de achterkant van het vliegtuig wordt in Lummen geproduceerd en geassembleerd in België. En Vlaanderen wil dus nu volop inzetten op die luchtvaart- en defensieindustrie. Omdat de luchtvaart heel vaak laboratorium is van heel veel nieuwe technologieën. Dat is één element. Het tweede element zien we dat de defensiebudgetten in heel Europa en heel de NAVO eigenlijk na de inval van Rusland in Oekraïne, dat die defensiebudgetten enorm omhoog gaan. Dus er gaat enorm geïnvesteerd worden. En dan denk ik dat de Vlaamse industrie en de Vlaamse bedrijven daar ook een graantje moeten kunnen meepikken. Maar het gaat niet alleen om defensie. Maak kennis met de Seagull uit Oostende. De Seagull is een brandblusvliegtuig dat amfibie is, dat water kan scopen op zee. De Seagull zal gebouwd worden op de luchthaven van Oostende, waar wij de integratie van het vliegtuig gaan doen. Verwacht wordt dat de klimaatopwarming voor steeds meer droogte zal zorgen. Op dit ogenblik is er een vraag voor ongeveer 300 bosbrandvliegtuigen. En wij zijn ervan overtuigd dat die markt nog gaat groeien, omdat de voorspellingen zijn dat bosbranden met 30% kan stijgen over de volgende decennia.
Ja, en wij landen weer met de voetjes op de grond. Dag Maarten, jij begint met opschudding bij de Rode Duivels, ja, zowaar. Er is daar toch een bommetje ontploft bij de Rode Duivels. Hè? Want Thibaut Courtois, de doelman, die is gisteravond niet komen opdagen in Tubeke, daar waar alle Rode Duivels verzamelden. Een officiële uitleg van de voetbalbond is er nog niet, maar doelman Courtois zou onder meer ontevreden zijn over het feit dat hij afgelopen zaterdag tegen Oostenrijk de kapiteinsband niet mocht dragen. Opvallende afwezige vanmorgen in Tubeke op het oefenveld. Thibaut Courtois is er dus niet bij. De doelman heeft gisteren laten weten dat hij niet naar het oefencomplex zou komen. De bond bevestigt dit nieuws, maar geeft voorlopig geen reden. Straks vliegen de Rode Duivels naar Estland voor hun match van morgen. En vanavond geeft bondscoach Domenico Tedesco wel meer uitleg op zijn persconferentie. Hoofdreden voor het afhaken van Courtois zou zijn sluimerende knieblessure zijn. Courtois speelt namelijk al een paar weken met een ontsteking en na de match van zaterdag heeft hij te veel pijn. Maar er is ook iets anders dat al even sluimert. Tedesco gaf na zijn aanstelling de aanvoerdersband aan Kevin De Bruyne, maar koos geen vice-aanvoerder. De bondscoach kiest voorlopig voor een wisselrol tussen Lukaku en Courtois, maar daar is Courtois, hier op training van donderdag, blijkbaar niet tevreden mee. Gezien de cruciale rol van de 31-jarige doelman dus een potentieel groot probleem voor Tedesco. Dat schreeuwt om wat extra uitleg. Peter van den Bemt op de luchthaven, klaar om het vliegtuig op te stappen naar Estland. Weet jij meer, Peter? Wat is de echte reden van het afhaken van doelman Courtois? Wel, inderdaad, aan de basis ligt toch grote onvrede van een hele tijd bij Thibaut Courtois. Zich verongelijkt voelen over wat hij en ook zijn entourage een groot manifest gebrek aan respect vinden voor zijn verdiensten, voor zijn prestaties. En dat is in het algemeen zo bij de publieke opinie. Zeker ook bij de Belgische sportpers, waarmee hij al meer dan een jaar niet meer communiceert. Maar ook bij de nationale ploeg en bij de voetbalbond. En de emmer was al redelijk volgelopen. En in die aanvoerderskwestie heeft Thibaut Courtois dan het zoveelste bewijs gezien van dat gebrek aan respect, de keuze van Tedesco om te gaan alterneren bij afwezigheid van De Bruyne. En dan ook nog eens eerst in die wedstrijd tegen Oostenrijk de aanvoerdersband aan Lukaku te geven, was dan blijkbaar toch de druppel te veel. En Courtois heeft het dan heel erg hard gespeeld. Er is een communicatie geweest, een gesprek tussen de bondscoach en Thibaut Courtois, maar dat is in een zeer gespannen sfeer verlopen en is uiteindelijk ook geëscaleerd. En kijk, door die démarche heeft Thibaut Courtois dit probleem nu aan de vooravond van het duel met Estland op het publieke forum gegooid. Ja, je vernoemt dat duel nu, Peter. Wat is de impact van dit incident met het oog op die niet onbelangrijke EK-kwalificatiewedstrijd van morgen tegen Estland? Maar het is natuurlijk vervelend aan de vooravond van dat inderdaad belangrijke duel met Estland. Maar een sportieve impact zal dat niet hebben. Ik denk dat België Estland moet kunnen verslaan, ook zonder Thibaut Courtois. Maar goed, het is wel een gewichtige mega-affaire natuurlijk die, dat heb je al gemerkt, ook internationale weerklank heeft gekregen. Thibaut Courtois is nu eenmaal een internationale bekende voetbalvedette. En met zijn démarche heeft Thibaut Courtois, de bondscoach, toch in een zeer vervelende, delicate situatie gemanoeuvreerd. Want ja, de bondscoach wil een nieuw tijdperk installeren. Na de periode bij Roberto Martinez, waar alles toch een beetje in een losse sfeer verliep, wil hij de lijnen strakker trekken. En bijvoorbeeld had hij vrijdag gezegd op de persconferentie: alle Rode Duivels gaan mee naar Estland. Anders zou ik een slecht signaal geven. Dus hij kon onmogelijk ingaan op de vraag van Thibaut Courtois om niet mee te reizen naar Estland. En daarop heeft Thibaut Courtois het hard gespeeld. Heeft hij er een soort echte krachtmeting van gemaakt. En oké, Roberto Martinez kon daar blijkbaar beter mee omgaan. Tedesco moet nu straks gaan beslissen wat gaat hij doen. Gesteld dat Thibaut Courtois niet heeft aangegeven dat hij wil stoppen als Rode Duivel, dus weer beschikbaar is in september, gaat Tedesco hem dan gewoon weer oproepen. En dan heb je toch een probleem van autoriteit en geloofwaardigheid, denk ik dan maar, tegenover de andere Rode Duivels. Of zegt hij van nee, dit pik ik niet, dit past niet in de nieuwe filosofie, maar dan loopt hij natuurlijk het gevaar dat hij een sleutelspeler, absolute topkeeper, de beste van de wereld, gaat kwijtspelen met het oog op het EK. Dat wil je toch als bondscoach, zeker na nauwelijks 3 wedstrijden, ook niet op je cv staan hebben. Dus we zijn heel erg benieuwd naar wat Tedesco straks vertelt op de persconferentie in Tallinn. Hoe is die communicatie verlopen? En vooral, heeft Thibaut Courtois aangegeven dat hij definitief wil stoppen met de nationale ploeg? Ja, dat is voor straks in ons journaal van 7. Voor nu een goede vlucht. Dankjewel, Peter van den Bent. Geen EK-kwalificatiewedstrijden voor Spanje en Kroatië, want zij speelden gisteravond de finale van de Nations League. Dat is een relatief nieuwe voetbalcompetitie met landenteams in Europa. En Spanje kroonde zich tot winnaar van die Nations League na een matige finale. Er volgden strafschoppen en daarin was de Spaanse doelman de grootheld. In de Kuip in Rotterdam staan Kroatië en Spanje tegenover elkaar. Veel kwaliteit op het veld dus, maar er gebeurt zo weinig.
al doet Livakovic de Kroaten wel even schrikken. Nee, dit is niet de beklijvende finale waar iedereen op hoopt. De grootste kans is voor Ansu Fati na 85 minuten. Maar Perisic werkt weg. Geen doelpunten, ook niet in de verlengingen. Strafschoppen dus. Bij 3-3 mist Kroatië een eerste keer met dank aan de knappe save van Unai Simon. Laporte kan het dan afmaken voor Spanje. Maar hij trapt tegen de lat. Petkovic dan voor Kroatië, alweer Simon met de redding. En dus kan Carvajal het afmaken. En dat doet hij ook. IJzig kalm binnengetrapt, Spanje wint de Nations League. De eerste prijs voor een nieuwe generatie. Ik ben zeker dat deze jugadores todavía nos van a dar muchas alegrías, porque están acostumbrados a ganar. Así que ese gen competitivo creo que de nuevo lo recuperamos y vamos a seguir mirando siempre hacia arriba. In de US Open Golf, dat is een van de vier toptoernooien, ging de overwinning, verrassend, naar de Amerikaan Clark. De 29-jarige Clark, die hiervoor op een groot toernooi nooit beter deed dan een 75ste plaats, mocht voor een enthousiast publiek als leider beginnen aan de slotdag. In een zenuwslopende finale wint de Amerikaan uiteindelijk met één slag verschil. Onze landgenoot Thomas Pieters die was eerder al uitgeschakeld. En van spankracht is op dit moment weinig sprake in de Formule 1. Ook in de Grote Prijs van Canada domineerde de Nederlander Max Verstappen van start tot finish. Het is al zijn zesde overwinning in 8 grote prijzen dit seizoen. En in totaal heeft hij nu al 41 grote prijzen gewonnen. Dat zijn er evenveel als de legendarische Ayrton Senna. Max Verstappen won de voorbije 3 Grand Prix. En ook in Canada start hij opnieuw vanaf de polepositie. Die eerste plaats laat hij zich niet afsnoepen. Lewis Hamilton sluipt wel naar plek 2 ten koste van Alonso. Terwijl Verstappen onbedreigd zijn voorsprong vergroot, wordt er voor de dichtste ereplaatsen gebikkeld. George Russell overspeelt zijn hand als hij probeert in het spoor te blijven van Alonso en Hamilton. Hij neemt te veel risico's en knalt tegen een muur. Voor de tweede plaats delen Hamilton en Alonso ook onderling geen cadeautjes uit. You had to break there. Yeah, it looked pretty dangerous to me. Ook verderop in het veld is het hard tegen onzacht. Magnussen en De Vries gaan tot op de limiet. Geen van de twee geeft een duimbreed toe. En ze gaan uiteindelijk allebei van de baan. Het is het meest opwindende moment van een verder saaie Grand Prix. Het zal Max Verstappen worst wezen. Hij behaalt op het Gilles Villeneuve-circuit zijn 41ste overwinning. En komt zo op gelijke hoogte van Ayrton Senna. Tegelijk rond zijn team Red Bull de kaap van de 100 zegens. En het zal ongetwijfeld daar niet bij blijven. Nummers 2 en 3, Alonso en Hamilton, kunnen Verstappen meer bestoken met champagne dan met hun bolides. Nou, champagne genoeg. Jij gaat het nog hebben over Bruce Springsteen. Ik was er gisteravond bij. Serieus? Het was een korte nacht, maar zeker de moeite waard. Ja, er zijn nog wel meer mensen enthousiast. Kijk maar. We zijn fan in hart en nieren en we weten niet, gaat hij ooit nog terug in België komen? Dus we vonden dat we dit moment echt wel moesten pakken. Ja, Bruce Springsteen dus. Hij is met zijn E Street Band weer op wereldtournee. Na een pauze door de coronapandemie. Gisteravond speelde hij op TV Classic in Werchter dus. Exact zoals bij zijn vorige passage in ons land in 2016. Ondertussen is de Bos wel al 73 jaar. Maar jawel, hij kan het nog. Een concert van Bruce Springsteen, dat is pure magie volgens de fans. Hij heeft goede rocksongs, hij heeft charisma en het spelplezier spat er van bij het eerste nummer af. Ik denk zijn magie is dat hij dadelijk één is met het publiek. Hij heeft het publiek dadelijk mee. Hij is heel gewoon op het podium en hij blijft gaan. Dus hij pakt u gewoon vast en hij laat u niet meer los. Bijzonder, uitzonderlijk, ja, mooi. Ja, en voor de echte fans is dat altijd heel doorleefd. Het is helemaal opgaan in het gebeuren. Alles erop en eraan. Kijk, ik ga even mijn petje afdoen. Met mijn grijze en kale haren zijn we er samen mee opgegroeid.
Hoewel Springsteen al 73 is, heeft hij ook nog jonge fans. Zijn muziek spreekt blijkbaar vele generaties aan. Ik ben daar een beetje mee opgegroeid, met die muziek, denk ik. Vooral door mijn ouders ook. Thuis stond er altijd Studio Brussel op of Eenderwa. En dan was dat de muziek die je hoorde. En ja, daarmee zijn we nu hier. Dat is tijdloos. Hij had over laatst nog opgezet thuis. En ik had de plaat vastgepakt. En ja, dat is 50 jaar oud. En dat is nog steeds even goed. Springsteen brengt niet alleen energie, maar ook ontroering naar zijn publiek. En dat kan je maar voelen als je er echt bij bent. Ik voel die echte muziek en dat is fenomenaal. Je kunt naar Werchter gaan en Werchter is fantastisch. Maar Bruce Springsteen, dat zit zo in het hart. Als je dat hoort, je staat 3 uur te genieten en dat is, ja... Dat voelde van, ik ben hier en ik leef en ik vind dat... Dat is het schoonste van dat er is. Dat is het schoonste dat er is. Ja, nee, dat is echt. Dat is, ja, ik vind dat fenomenaal. En dan ook op een andere wij was er feest dit weekend. Die van Graspop met name in Dessel. En de meest opvallende naam daar was die van Helmut Lotti met 2 L's voor de gelegenheid. Hij zong klassiekers uit de hard rock. En de fans van het metal genre die sloten hem in de armen. Er werd heel veel gecrowdsurfd en Lotti zelf genoot ook volop. Het was fantastisch. Ik heb mij rot geamuseerd. Ja, en ik had het gevoel, het publiek ook, laat ons zeggen dat dat zo'n na 25 jaar zo in een keer iets totaal anders is. En het is lang geleden dat ik nog zo naar iets heb toegeleefd, met zoveel zenuwen ook, met zoveel stress en zoveel adrenaline, dat ik achteraf nog zo'n kick gehad heb. Ik vond het geweldig. Ja, die is volgens mij nog aan het bekomen nu. Dit journaal zit erop in elk geval. Ik wil u nog danken voor het kijken, een heel fijne namiddag toewensen en een afspraak maken voor vanavond natuurlijk. Tot dan. Middernacht hebben we een melding gekregen van een woningbrand in Puur Sint-Amans. Daarbij waren aanwezig in de woning een moeder en 2 kindjes. Binnen hoorden we van alles ontploffen. Glasdak breekt waarschijnlijk. Mijn man heeft dan samen met iemand anders de mama een beetje verder van het huis getrokken. De kinderen waren aanwezig in de woning. Zij sliepen uiteraard en de brandweer heeft ze weten te bereiken. Heeft ze uit de woning gehaald en is de verzorging ter plaatse opgestart. En dan zijn ze later ook overgebracht naar het ziekenhuis waar ze helaas in de loop van de nacht zijn bezweken aan hun verwondingen.